We zijn hier vandaag om altijd de Komplein om een vrijheid met elkaar te vieren. We gaan hier uitzoeken wat de jongeren van Zuidoost moeten weten over vrijheid en vrijheidsstrijders. Kom je mee? Wat is iets wat jongeren uit Zuidoost niet mogen vergeten over de vrijheid en de vrijheidsstrijders? Dat je altijd je eigen stemgeluid moet gebruiken. Laat weten hoe je ergens over voelt, wat je belangrijk vindt om iemand te vermelden. Ga een eenheid vormen met elkaar, want als we dat niet doen, dan is deze bevrijding ook niet belangrijk. Vrijheid is niet iets wat je krijgt, vrijheid is iets wat gewoon in je lichaam zit. Ze moeten dus de ander die vrijheid gunnen en niet veroordelen. Op heel klein niveau, gewoon elke dag, probeer naar elkaar te luisteren en elkaar te ontmoeten. Ja, ik ga gewoon op mijn gevoel af. En dat is wat de meeste mensen zouden moeten doen. En dat leidt je eigenlijk naar je eigen succes. Zoek Anton de Kom, verzetshelden, zwarte verzetshelden in Amsterdam. Ik vind dat de jeugd moet weten dat Anton de Kom niet alleen een slaaf was, maar ook een vrijheidsstrijder. Het zijn dat vrijheidsstrijders heel veel hebben opgegeven om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat de jongeren gewoon weten wie de vrijheidsstrijders waren uit het verleden. Maar ook gewoon zeg maar de huidige verzetstrijders die zijn, mensen die zich bezighouden met het verzet. Ken je geschiedenis zodat je beter met je toekomst kan omgaan? Want als je weet wat er is gebeurd, kan je ook de fouten die andere mensen hebben gemaakt zelf niet meer maken.